Het is 5 december en je loopt buiten op straat rond. Daar dwalen een aantal vreemde pamfletten rond. Iets met dat vrouwen en kinderen vanavond maar beter thuis kunnen blijven. Een koude wind die ruikt naar zee raakt je gezicht. En in de verte hoor je veel kabaal. Je loopt naar het geluid toe, wat meer lijkt op een soort vreemd getoeter. Alsof iemand op een enorme hoorn blaast. Eenmaal bij de bron van het geluid aangekomen, zie je een groep mannen in vreemde pakken met knuppels rondlopen. Je ziet ze een ruit intikken, voordat ze je spotten en dreigend jouw kant op komen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op Rama Waar. Vandaag gaan we het hebben over een vreemd Sinterklaasfeest, wat hier, gewoon in Nederland, nog wordt gevierd. Een feest wat liever geheim gehouden wordt door de lokale bevolking. Een aantal gemeenten in Nederland hebben een hele andere manier van Sinterklaas vieren. Heel anders dan je zou denken. Zo is dit helemaal het geval op de eilanden voor de Nederlandse kust. En dan met name op Ameland. Daar is het namelijk een feest wat wij als Sinterklaasvierders van het vasteland niet kennen. Het feest daar is een waar ritueel. Wat veel lijkt op hoe Sinterklaas vroeger gevierd werd. Voordat het zwaar beïnvloed werd door de kerk. Het heet Sunneklaas en stamt vanuit een voorchristelijke Sinterklaastraditie, waarin mensen duivels proberen te verjagen. Het ritueel gaat als volgt. Het begint om 5 uur. Dan gaan alle lampen op Ameland uit. Wie zijn licht aanlaat, krijgt als straf een ingetikte of bekladde ruit. Vervolgens gaan mannen vreemd gekleed en gewapend met stokken de straat op voor het zogeheten banenvegen. Zij razen dan in het aarddonker over straat, blazend op hun hoorns en slaan alle vrouwen en minderjarige kinderen naar huis. Om te checken of vrouwen en kinderen zelf niet onder de lakens zitten, doen ze een zogenaamde test, waarbij ze elkaar stevig de hand drukken. Halen ze deze test niet, dan worden ze alsnog naar huis gejaagd. Ongeveer 2 uur later begint het echte feest. De mannen zetten dan maskers op en trekken vreemde kostuums aan. Ze gaan dan langs de vrouwen die zich inmiddels gegroepeerd hebben in een aantal aangewezen huizen. Eenmaal in zo'n huis tikken de gemaskerde mannen met de stok op de grond. De vrouwen moeten dan een dansje doen of eroverheen springen. Soms wordt er ook gewoon met elkaar gedanst of wordt er een vrouw in de maling genomen. Dit alles zouden ze doen om de vruchtbaarheid van de vrouwen te testen en te kijken hoe weerbaar ze zijn. Want, zeggen ze, hoe meer een vrouw kan weerstaan, hoe groter haar vruchtbaarheid zou zijn. Deze traditie gaat al verschillende eeuwen mee en is terug te leiden naar rituelen die uitgevoerd werden om goden te vereren, zoals Wodan en Donar. Goden die hier in ons land ook geëerd werden, voor de komst van het christendom. De traditie van Sunneklaas ligt veel dichter bij deze oerrituelen en kan soms ook redelijk gewelddadig worden. Zo zou zelfs de burgemeester zich niet meer met de auto in de dorpskern wagen. Hij weigerde ooit een keer het grote licht van zijn auto te doven. Het hele voorval zou in totaal 4 minuten geduurd hebben. Daarna kon de burgemeester zijn auto naar de sloop. Ook journalisten en andere pottenkijkers worden met een harde hand van het eiland gezet. Houd je je niet aan het ritueel, dan heb je de kans om een flink pak slaag te krijgen. Het is dus beter om Ameland te vermijden tijdens Sunneklaas. Tenzij je natuurlijk graag geslagen wilt worden door een man verkleed als gek wezen met een grote knuppel. Je zou bijna denken dat het op de Purge lijkt. Dat was het dan weer voor deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Shoutout naar de leden Hendry 0575, Nova, Colin Hogenbergen en Marion is Klein. Bedankt voor jullie support.